Ho, ho, ho. Kom ik weer ook niet aan of zo? Er is gewoon in één keer. Welkom bij de Santa Claus en Tom's Hot Coffee Show. Santa Claus en Tom Peters Hot Coffee Show. Ik ga het niet opnieuw inzingen. Fijne kerst. Fijne kerst iedereen. Ik hoop dat ik jullie sokken gevuld heb met cadeaus. Ja. Laat dan eens even weten wat je allemaal hebt gekregen voor kerst. Wat ik jullie heb gegeven. Het werkt niet, hè? Nee, ik ben een slechte kerstman. Ja. Ik vond je een hele goede Piet, maar kerstman ja, is niet je ding. Is minder mijn ding, hè? We zaten eraan te denken om een kerststelling te doen, maar ja, geef gewoon door wat je hebt gekregen voor kerst of zo. Wat heb je allemaal gekregen voor kerst? Weet je wat ik heb gekregen voor kerst? Nou, dit pak waarschijnlijk? Nee, ik weet het nog niet, want ik heb nog geen kerst gevierd. Want we nemen dit 23 december op. Oh, tijdcapsule. Tijdcapsule. Weet je al wat je gaat krijgen voor kerst? Nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. We hebben wel chocolaatjes. Oh, wil je chocolaatjes even pakken? Ik pak wel even een chocolaatje. Hoe komt dus even de hoe er gereageerd is vorige week? Echt supergoed, bedankt ervoor. Echt heel vet. Was Stinky Winky zei dat hij het niet met me eens was vanwege Star's Battlefront. Dat wordt niet Game of the Year. Dat weet ik natuurlijk ook nog helemaal niet. Dit zijn de Gamersnet chocolaatjes. Kijk, is dat een kerstding of niet? Hoe vet zijn ze? En op de achterkant staat GN, houd je zoet. Hij stelt alleen niet scherp. Oh, dat is vervelend. Ah. Gamepower zegt, het was wel een goed jaar van gamers. Leukste is het wel met me eens, behalve Dragon Age Inquisition. Dat vond hij wel een hele vette game. Wij zeiden vorige week, 2014 was een matig jaar. Ja, qua games was het niet het beste jaar. 420 Blazeit, die zegt... Nee, Blaze It. 420 Blaze It. Oh, sorry. Ho, ho, ho. Oud, hè? Kerstman. Oh, ja, ja. Is de nieuwe sessie? Je hebt de achtergrond na, die zit er al even. Dat is... Julian doet één dag in de week, komt hier. Behalve, die mailde vanochtend. Ja, ik heb vakantie, ze komt niet. Denk, ja, hallo. Ze werkt niet in bedrijfsleven. Vanochtend. Ja, echt, hè. Hartstikke leuk gereageerd. Ook op YouTube, super vet. Dankjewel, YouTubers. Jullie zijn terwijl awesome. We nog zo zeiden, reageer niet, ja. Like niet, abonneer echt, niet. En echt superveel stellingen zijn er binnengekomen. Ja, en we zaten dus te denken aan een kerststelling, maar dat, ja. Wat is de kerstigste game, weet je wel? Dat is... Nee. Wil jij ook... Ik ben gewoon al aan het snoepen. Jij bent gewoon... Want Gamersnet... 34 eurocent aan het wegvreten nou. Maar Gamersnet houdt je zoet. Ja, dat is waar. Kijk, ik weet hem niet goed af. Zullen we een stelling doen? Ja. Bedankt allemaal voor jullie reacties. We hadden er twee gezameld. Oh, lekker. Het is goede chocola, hè? Goeie Gamersnet chocolaatjes. Ja. 34 cent. Ik zou zeggen, kies er één. We hebben ook kerstkoffie. Tom? Jij hebt chocolate mint en ik heb apple crumble. Ja, ja. Nespresso, what else? Zit jij nou met je Clooney uit van hier? Ik ben de Clooney hier. Ja, vet. Wat vonden jullie thuis van Man met hond? Leuk, zo even tussendoor, maar ja. Misschien moet je een stelling kiezen. Ik kies een stelling. De stelling van deze week in de Tom en Peet Hot Coffee Show is... Vind je dit een goede stelling? Ik vind een beetje like op vorige week. Hij lijkt op vorige week, maar deze is ook nog van vorige week. Dit is de stelling die vorige week niet is erop gekomen. Echt, maar ik vind hem ook like op de stelling van vorige week. Er staat hier 2014 was een beter gamejaar dan 2013. Dat was niet. Vorige week was 2014 was een matig gamejaar. Maar dat is oké, dan pakken we de andere. Deze ja, 2013 was beter. Dat hebben we vorige week al een beetje behandeld. Ja. Nou, dan deze. Pakken we deze. Dit is wel iets. Oh, wel even de naam noemen van wie het was. Black Name E. Op YouTube. Dankjewel, Black Name E. E. Dit is leuk. Ronnie Nathan via Gamersnet. De Steam sales zijn slecht voor ontwikkelaars omdat spelers nu wachten tot een sale en zo minder geld uitgeven om een exemplaar van een spel te kopen. Wacht, deze smaakt naar chocola. Heb ik nou de jouwe? Weet ik veel. Volgens mij... Oh nee, dit is chocola. Steam sales zijn slecht. Dat hebben we al een keer behandeld overigens, maar... Oh, wacht, dit lijkt ook al heel erg op een stelling die we al een keer gehad hebben. Wat een gepruts. Nee, ik vind... Dat hebben we toch niet gehad? We hebben wel een keer, heel, heel lang geleden, echt de tweede aflevering of zo, misschien wel de eerste, hebben we het over Steam sales gehad. Oh, dat zijn mensen alleen vergeten. Oh, met die ene van, you were supposed to be the chosen one, dat Steam dat tegen Origin zegt. Oh. Oh. You were the chosen one! Bring balance to the force! Not leave it in darkness!
die. Maar dat is anders. Steam sales, ja, ik vind het wel een hele... ik vind jou wel heel lief voor uitgevers. Ja, want dit is dus, je zegt letterlijk van... Ze verdienen te weinig. Ja, als je... gamers zouden meer moeten betalen. Of sneller is het eigenlijk een beetje. Want, ja... Want jij hebt wel heel veel... Ik merk het ook bij ons op de site. Dat als je een spel hebt wat je zeg maar... Er wordt dan gereviewd met, weet je wel, een 7 of zo. Dan zegt iedereen van, oh, die pak ik wel op of... Of uit de budgetbak, of uit de Steam sales. Ja. Dus het is een beetje, ja... Dus de games die een 7 krijgen zijn sowieso gedoemd om al hun inkomsten te genereren uit Steam sales. Ja. Wat ja. wel een soort van treurig is. Dat is wel een soort van aparte markt, ja. Ik vind Steam sales echt heel erg goed. Het is wel leuk, maar af en toe is het ook te veel van het goede. Ja, het is wel heel vaak. Het is praktisch Kijk, altijd voor de, sale. Voor ons gamers is het fantastisch. Ja, maar ook weer niet, want op een gegeven moment haal je zoveel spellen binnen dat je niet eens meer weet wat je wel en niet hebt. Echt, hè? Are you ready for a miracle? Are you ready for a miracle? Oh, ik heb zoveel vette games, wat erg. Nee, maar Kijk naar de Ho-Ho Humble Bundle. Dat is ook weer, dan haal je voor 3 euro haal je 7 spellen binnen en dan... Ja, waarschijnlijk heb je 5 van die spellen die komen in je Steam library helemaal onderaan te staan. Die ga je nooit spelen. Nee, dat is waar. Maar het is wel zo van als je bijvoorbeeld... ja, het is ook gewoon voor games gewoon die leuk zijn even met vrienden. Van ik pak hem even. Ja, 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 ja. 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 Nee, is wel zo. Dus ik vind dat het heel goed is dat er Steam sales zijn. Alleen soms is het wel heel vroeg. Maar ja, aan de andere kant, als het heel vroeg is... Ik heb echt een enorme loopneus. Dat zit nou allemaal niet waar. Nou, als het heel vroeg is, dan weet je wel dat of de game is gefaald... Of de game heeft het heel goed gedaan in de eerste weken. Want die uitgevers doen het natuurlijk niet voor niks, hè. Die letten wel op de portemonnee. Nee, maar ook even om terug te komen op de stelling. Ik bedoel, ontwikkelaars vechten wel echt terug, weet je wel. Want ze hebben season passes en weet je wel, dat je kunt pre-orderen, dat je dan bonussen krijgt. Dus ontwikkelaars hebben we zeg maar een offensief tegen Steam sales. Om ervoor te zorgen dat hun spel sneller en meer aangekocht wordt in de eerste paar weken. Ik vind het leukst dat bijvoorbeeld nu Skyrim is echt nou, wat was het? 4 euro? Ja, ja nee, de 3,70 of zo voor de originele. En de Legendary Edition met alle DLC erin was een tientje. Dat is echt super vet, want dat is een game die zou ik sowieso nooit op launch kopen, want ik hou niet van Skyrim. Ja. Maar het is wel een game waarvan ik denk van nou, als ik een keer een druilerige kerstdag heb, dan zou ik het kunnen doen. Dus ik vind het heel fijn dat, en ik vind het ook fijn voor mensen die genres nog moeten ontdekken. Ja, klopt. Want ik vind het heel vervelend dat heel veel mensen niet van dat soort RPG's houden. Terwijl ik denk, van als je het even probeert, dan is het best leuk. En dat is nu je kans. Ja, vooral voor 3,70, joh. Voor 3,70. Ik ben eigenlijk een dief van je eigen portemonnee. Je bent een dief van... Nee, maar dat is ook weer een game thuis ook. Are you ready for a miracle? Maar af en toe zijn er zoveel goede games in de sale dat je gewoon zoiets hebt van fuck it, ik koop ze allemaal. Maar ja, maar dan ben je nog maar 15 euro kwijt vaak. Ja, dat is wel het ding. Maar weet je, als er elke week weer zo'n poepsale is, dan ben je over een maand ben je wel weer 60 euro kwijt. Dus uiteindelijk kan Steam ook alweer een beetje duur worden. En dat is het succes van Steam. Want uiteindelijk, René, hoef je geen zorgen te maken over de mensen die er geld mee verdienen. Want die verdienen uiteindelijk in bulk wel hun geld. Ja. Vooral Gabe Newell. Die Vooral zwemt Gabe echt in geld. Die zwemt in geld. Samen met Notch. Ja. Bedankt voor het kijken. Vooral een fijne kerst. Laat vooral een reactie achter hieronder. Geef blauwe duimpjes. Het zijn blauwe duimpjes tegenwoordig. Ja, het zijn blauwe duimpjes. Doe ze omhoog. En, doe ze omhoog. Ja. En laat weten wat je van deze stelling vindt. En in het nieuwe jaar beginnen we natuurlijk... Is dat het nieuwe jaar al gelijk? Nee. Nee, de volgende Hot Coffee Show is... De 31ste. Dus de laatste stelling van 2014. Dan kunnen we leuk champagne erbij pakken. Oh, de Hot vet. Champagne Show. Ja, heel vet. Hot Champagne Show. En heel erg bedankt voor het kijken. De baard die heb ik geleend van Daniel. Die gaat weer terug. Die moet even rood verven. Ja, die heb je gebleekt. Ja. Ja, Daniel is gewoon van... Nou, heeft helemaal een baard gegooid. Maar... Hij weet het nog niet. Je hebt gewoon afgeschoren in zijn slaap. Precies. Hij kijkt nooit in de spiegel. Ja. Fijne kerst en tot snel. Ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Ik heb geen bel. Baal ik. Ja, je had van die jingle. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Bier drinken. Ho, eens even. Bier drinken, achter de wijf aan. Kerst is weer voorbij. Ik pak de harde slee en ga even achter de wijf aan. Ah, poestjes jagen. Hey.
Wil jij zien of mijn baard beneden ook wit is?